Circus Flevoland Zomertour. En op baan 1 speelt Rob Brouwer. Hij staat daar te singelen, maar tegen twee mensen. Dat vind ik wel heel apart. Oh nee, toch niet. Hij geeft de bal een hele mooie zwiepert naar op de tweede baan. Even kijken wie er gaat serveren. Oh, het staat 15-0. Een onderhandse service met een backhand terug. Twee keer getuiterd, maar dat maakt helemaal niet uit. Het is Wimbledon, maar dan in de boulder. Rob Brouwer staat, toch 2-1. En een lopje gaat er bijna overheen. Het is niet goed. Ja, hij bukt nu zelfs voor de bal ook. Er zitten ook toeschouwers langs de kant van de baan. Maar die zitten daar volgens mij met een soort van gevaar voor eigen leven. En Rob is na 3 ballen slaan inmiddels back af. Ik ben helemaal... ik ben back af. Ja, inderdaad. Ik moet nog wat aan mijn conditie doen. Ik ben dus deze week op recreatiepark De Voorst. En daar heb je ook allerlei sportievelingen rondlopen. Piet, eerst eventjes, want ik heb net eventjes getennist tegen jou en tegen opa Henry. Henry, kom maar even dichterbij alvast staan. Hoe deed ik het? Ja, je deed het eigenlijk best wel goed voor iemand die nooit tennist. Ja? Verbaasd? Ja, niet helemaal verbaasd. Je bent een sportieve kerel natuurlijk. Nee. Maar waren de verbeteringen? Nou, er zijn altijd kleine details, maar die kan ik uitleggen aan jou en dan ga je nog beter spelen. Ah, want jij bent, je bent hier niet alleen de burgemeester van De Voorst. Jij doet hier echt van alles en je bent ook tenniscoach. Wat heb je aan? Vertel eventjes. Nou, ik heb speciaal voor jou mijn trainingspak aangedaan. Een prachtig rood trainingspak met een blauwe broek. En is dat je eigen racket? Dit is mijn eigen racket, ja. Ik tennis eigenlijk al heel lang, vanaf mijn 20ste ongeveer. Dus dat is best wel een hele tijd. Ja. En ik vind het ook altijd leuk om instructie te geven. Dus vandaar dat ik het leuk vond om jou even uit te leggen. En heb je daar wel tijd voor in de zomer? Nee, eigenlijk niet. Maar wat we wel gaan doen deze zomer is een aantal keren een soort van clinic inplannen. Dat we jongelui en ook ouderen de basisdingen van tennis bijbrengen. En zodat ze een balletje gaan slaan. Want het streven is om de mensen op de camping in beweging te krijgen. Oh, want zitten ze te veel bier te drinken? Nou, sommigen vinden het natuurlijk wel lekker een biertje. Maar ik vind eigenlijk moet je eerst een prestatie leveren. En dan moet je daarna lekker van een biertje genieten. Dat is trouwens Henry, opa Henry noem ik je maar. Ja, klopt. Want je kleinkinderen die staan hier langs de baan, heb ik begrepen. Dat zijn trouwe supporters, hè. Dus dat is geweldig om hier te zijn. Vaste campinggast? Ja, al 13 jaar. En wij passen op dinsdag op. En dat is onze oppasdag. En als het even mooi weer is, dan komen we hier met onze kleinkinderen. En die genieten hier volop. Nou, en af en toe even een balletje slaan. Of een volleyballetje doen, dus zeker. En waar woon je normaal gesproken? Ik ken Kampen, dus vlak in de buurt. Dus, en waarom kom je hier dan al zo lang? Nou, gewoon de gezelligheid, de gemoedelijkheid van deze camping. De kleinschaligheid ook en de hartelijkheid. Dus dat is erg belangrijk. En de mooie velden. We hebben een prachtig veld met in ieder geval voor de kleinkinderen geweldige veel mogelijkheden. Zit je in een kleine tent of in een tipi? Nee, daar zit ik niet in. Ik zit gewoon in een caravan. In de caravan, je eigen caravan of een sta-caravan? Nee, je eigen caravan. Ja. Maar je komt hier dus al buiten het seizoen ook? We hebben een seizoenplek. Oh. Dus vandaar, dus vanaf april komen we hier en dan tot en met oktober. Okay. Maar omschrijf nou even het leven hier bij De Voorst. Want je zegt van, het is hier altijd, ik voel me hier welkom en het is gezellig. Ken je iedereen ook hier? Nou, van het veld over het algemeen wel. Dus zo intens is het wel. En dat je wel ook het wel en weer weet van elkaar. En dat is op zich ook wel prettig. En dat men naar elkaar omziet. Dus ook als er een keer een storm is geweest of er is een bak regen geweest. En je kijkt even naar de tent van je buren. Ja, dat vind ik gewoon belangrijk. Heb je hier wel eens een enorme storm meegemaakt? Omschrijf hem. Ja, we hebben hier wel eens een storm meegemaakt dat er een aantal luifeltjes weggewaaid zijn. Oh, ja. Luifeltjes? Ja, geen voortenten of zo. Nee. Geen modderstromen? Nee, echt niet. Nee, niet zoals in Spanje, zeg maar. Nee, gelukkig niet. Maar je staat hier met een racket, vrijwillig? Ja, vrijwillig. Helemaal vrijwillig. Ik ben niet verplicht tot iets. En heeft de burgemeester Piet nou veel commentaar op je spel of valt het wel mee? Nee, dat valt wel mee. Hij leert me nog wel wat knipjes, dus daar ben ik blij. Want hij doet het al veel langer dan mij. Ja. Dus daar kun je altijd wel van leren. Oké. Nou, ik doe het dus ook redelijk goed. Ik heb hier trouwens een foldertje in mijn hand, want tennis, dat kun je hier doen. Maar ik heb hier een heel schema, want er gebeurt altijd van alles op zo'n park. Hè? Doe je dat nou helemaal in je eentje of heb je speciaal mensen daarvoor in? Ik heb natuurlijk een animatieteam in de zomermaanden. Mm-hmm. En ook met Pinkster en Hemelvaart, maar dat had ik je van de week al even verteld. En we met dat animatieteam hebben we een programma samengesteld en wij helpen het animatieteam. We faciliteren dingen. En af en toe, kijk, instructie geven met tennissen, dat kunnen zij niet. Maar dat kunnen wij zelf wel weer.
Maar goed, we hebben kano's liggen aan de waterkant. Gaan we van de week ook nog eventjes, waarschijnlijk even met jou de kano in. Als je het leuk vindt. En daar doen we wedstrijden mee. Op de vaart hier. Oké, misschien als het 30 graden wordt, dan lijkt me het wel leuk. Het is nu al hartstikke lekker weer. Ja, het is wel lekker weer, inderdaad. Nou, ik ga weer tennissen, heren. En morgen ben ik hier weer. En gaan we weer hele andere dingen doen. Ik heb begrepen dat we met een treintje gaan. En een van de recreanten hier, die hier al heel veel jaren komt, ga ik ook mee praten. Plus de hond en zijn vrouw.